biersommelier Ben Vinke en kaasmeester Michel van Tricht hebben een missie. Ze willen bewijzen dat bier beter bij kaas past dan wijn. Om in hun opdracht te slagen, bezoeken ze brouwers en kaasmakers in binnen- en buitenland. In het centrum van Achel vinden Vinke en Van Tricht de boerderij en kaasmakerij Catharinadal. Amai, dat zijn nogal beesten, zeg. Ik ben eigenlijk benieuwd welk ras dat is. Ja, we gaan het direct weten. Hè. Ja. Ja, wij zitten nog met een heel oud ras, het roodbonte ras, ook wel Maasrijn-IJsselras genoemd. Het schijnt dat ras niet zoveel meer voorkomen in België. Klopt dat? De gespecialiseerde melkveebedrijven gaan meer en meer naar de Holsteinkoeien. Ja. Ja. Dat komt omdat die koeien die geven veel meer melk geven. Maar de kwaliteit van deze koeien, de melkkwaliteit van deze koeien, moet je ook niet onderschatten. Zeker niet voor speciale kazen. Ja, ja, ja. Gaan we eens kijken naar Catharinadal? Ik ben benieuwd om te proeven ben. Doet mijn broer de groeten. Oké, okay, succes. Dat zeker doen. Catharinadal, dat is eigenlijk een boerderij. Onze Bert en ik hebben nou goed 20 jaar geleden de boerderij van onze pa overgenomen. Mm-hmm. En wij zijn mei persaand begonnen ook met het verwerken van de melk. Onze Bert doet eigenlijk alles op de boerderij. En ik zou dan alles doen in de verwerking, dus kaas maken en zo. Wat heel speciaal is aan deze blauwe schimmelkaas, dat is dat je niet geboord werd. Normaal werd blauwe schimmelkaas geboord om lucht naar binnen te krijgen, om dan je schimmel, die penicillinium, Roqueforti, voor die lutten te ontwikkelen. Maar Welly doen dat niet. Welly zorgen ervoor dat op, zonder dat dat geboord werd, dat er toch lucht naar binnen aan kan. Door die kees, heel, die vrongel, eigenlijk hier los te stapelen en niet te persen. En deze zien ze hier, hè? Onze gevenbroeker. Amai, dat zijn nogal charles, zeg. Met kazinnen vastpakken? Ja. Oh. Maar dat is groot, zeg. Oh, zwaar. Ongelooflijk. Ja. Maar als je denkt ben aan Stiltons, die zijn nog een pakje groter. Hoeveel weken heeft die affinage achter de rug? Deze is ongeveer 10 weken. 10 weken. Dus die is nog heel jong. Ja. Maar die zijn al 4 maanden. Ja. Maar we hebben er ooit gehad, ik kan er ook zo in herhalen, hè. Die is een jaar oud. Ja, 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 ja. Maar die zijn echt heel sterk. Hè. Ja, ja, ja. Ja, Michel, dat is wel een heel exclusieve kaas. Hè. Kun jij daar wel aan geraken? Maar ik probeer af en toe Peter toch te overtuigen dat onze chauffeur wat bollen mag komen halen. Peter. Ja, ja. En het lukt. Maar niet zoveel als dat jij wilt. Nee, ik zou er liever wat meer hebben, maar dat kan misschien nog beter. Nee. De Grevenbroeker is wereldberoemd, want hij won in Lyon de prestigieuze Caseus Award voor meest originele kaas. Ja, ik ga jullie een Leffe Bruin inschenken. Een van de oudste abdijbieren, sinds 1952. En zoals je ziet, mooie herfstbruine kleur. Ja, zo wat geconfijte pruimen, wat toffee, wat vanille zelfs. Ja, ben eens benieuwd hoe die kaas daarbij gaat smaken. Terwijl dat we hier met een blauwe kaas zitten, die dus werkelijk zeer toegankelijk is, zeer mild. Ik zeg altijd, als je niet graag blauwe kaas lust, start met de Grevenbroeker. Dat is een manier om het te leren appreciëren, de blauwe kaas. De mildheid van de Grevenbroeker en de zachtheid van die bruine leffen, ja, dat is een fantastische combinatie. Dat is het. Normaal drink ik er altijd Trappist Achel bij, maar jawel, het is ook goed zalig. Ja. Natuurlijk, Ben, het is een vrij exclusief product. We gaan dat niet overal in elke winkel vinden. Dus men kan het ook vervangen eventueel door een andere zachte blauwe kaas. Maar nogmaals, dit is wel een top combinatie. Ja. Laat ons daarop drinken. Dat is een cheers. Unieke cheers. Beer and cheese cheers, pairing. Ja. Achel op Leffe. En op Grevenbroek. Op Grevenbroek. Voilà. Ben en Michel proeven volgende week Rodenbach Vintage uit Voeder 293 en combineren dat met Bruggekaas gerijpt in Rodenbach bier.